De fruitoogst in ons land is voor sommige fruitsoorten al begonnen. En voor andere nadert zij met rassen schreden. Deze tuinbouwproducten en ook groenten spelen een belangrijke rol in de nationale export en zijn vooral ook van groot gewicht voor de volksgezondheid. De bewaring en verwerking van tuinbouwproducten wordt in Wageningen bestudeerd in een instituut dat deze dagen een nieuw onderdak heeft gekregen. In moderne laboratoria en bedrijfsruimten neemt men voortdurend proeven met de verschillende methoden voor bewaring van tuinbouwproducten. Door juiste bewaring is het mogelijk de consument de gehele winter bijvoorbeeld van vers fruit te voorzien. Een van die methoden is de gasbewaring. In gasdichte ruimten wordt de verhouding van het koolzuur tot de zuurstof in de aanwezige lucht geregeld, op zodanige wijze dat de levensduur van het fruit wordt verlengd. Ten einde nog langer van groenten en fruit te kunnen profiteren, worden ze verwerkt door middel van onder andere inblikken en diepvriezen. Voor het onderzoek bevindt zich in het instituut een complete diepvriesinstallatie. In de laboratoria houdt men zich bovenal bezig met de bestudering van de kwaliteit. Zo wordt er regelmatig controle uitgeoefend op bijvoorbeeld de samenstelling van alle Nederlandse jams, waarbij men let op een juist vruchtgehalte. Ook verricht men er controle op het suikergehalte en op het vitaminegehalte van de tuinbouwproducten. Bij het conserveren van groenten is vooral de malsheid van groot belang. Deze wordt in een ingenieus apparaat gemeten. Een aantal fijnproevers tenslotte beoordeelt de smaak. Dit centraal wetenschappelijk onderzoek is voor de Nederlandse tuinbouw en voor de afzet van haar producten van grote betekenis. Op de